Zoals jullie kunnen zien in de thumbnail gaan we vandaag een bodykit dus monteren op de auto. Om dat voor elkaar te krijgen is nog best wel een job. We moeten namelijk nog lassen, we moeten nog de popnagels in de auto doen, we moeten nog zoveel dingen doen. Ik denk dat Daniel je daar beter over kan vertellen. Ja, nee, ja, popnagels zijn het niet. Het zijn blindklinknagels. Zoals jullie weten werken we naar de climax toe. En zo hebben we natuurlijk al heel veel aangepast aan onze budget driftbeeld. Wielkasten geslepen, wielkasten omgebogen om natuurlijk straks te kunnen lassen. We hebben natuurlijk de Wide Body Kit gepast en in kleur gespoten. Deels door mij. Dankjewel SpuitRedPress. En in deze aflevering gaan we dan ook opnieuw onze Lidl lasapparaat aan het werk zetten. En kijken of we hem daadwerkelijk gewoon even goed dicht kunnen lassen, onze wielkuipen. We hebben alle voorwerk hebben we gedaan. En het resultaat is super gaaf. Dankjewel Sebastiaan Fontijn voor de tips. Die heb ik zeker meegenomen. Ik ben echt blij met het eindresultaat. Maar als ik het goed begrijp, dan gaan we eigenlijk al deze gaten die je hier ziet. Dit moeten we eigenlijk allemaal even een puntje geven, toch? Of ga je dat allemaal dichtkitten? Of wat is nou precies de bedoeling dan? Ja, in principe de bedoeling is dat we gewoon lipje voor lipje gewoon een paar laspuntjes gaan geven. Dat het gewoon aan elkaar vast blijft zitten. Het hoeft niet helemaal dichtgebakken te worden, want daar hebben we natuurlijk een seam sealer voor. De seam sealer die hebben we ook al bij de Honda Wide Body Kit project gebruikt. Die dicht gewoon als het ware alle gaten en ja. Ja, wat is het eigenlijk? Het is strijkbare nadenkit. En dit wordt dus gebruikt om eigenlijk de naden volledig dicht te smeren, zodat de vocht buiten blijft. Daniel is daarentegen vanmorgen nog even naar een bouwmaterialenzaak geweest om wat bouten te halen en ringen en een kwast. Nee, ik moet zeggen... Ja, ik heb heel weinig gehad en het kostte alsnog 30 euro, dan schrik ik gewoon aan. Is het 30 euro? Dit hoopje. Oh ja, en 3 doosjes. Ja, zonder dit natuurlijk. Dit is gewoon 30 euro, daar schrik ik eigenlijk best wel van. Vroeger, ik kan me herinneren dat het vroeger allemaal een stuk goedkoper was, maar daar gaat het niet om. We hebben in ieder geval alle materialen in huis om de Wide Body Kit op de auto te zetten. Ik hoop gewoon dat de auto niet in de fik vliegt, maar dat is alles voor niks geweest tijdens het lassen. Dus we pakken onze Lidl lasapparaat erbij. Geen marketing natuurlijk voor Lidl, maar het is gewoon wel leuk om dat zo te zeggen. En dan gaan we gewoon beginnen met lassen, emmer water erbij. En dan gaan we gewoon in deze aflevering de Wide Body Kit monteren op de BMW. Let's go. We hebben dus ook nog een probleempje met de motorkap. Eigenlijk moeten we daar gewoon hoedpins voor verzinnen. Wij hebben de hoedpins wel al binnen. Alleen om die te monteren is nog een behoorlijke job. Want je moet echt letterlijk een gat slijpen in de vorm van die hoedpin, zeg maar, in de motorkap. En dat maakt nog best wel een job. Onze motorkapslot is een beetje lam. Dus als je aan de hendel trekt, moet je ook nog aan de motorkap trekken om hem open te krijgen. En ja, waarom moet de motorkap open? Om natuurlijk je accupolder eraf te halen. Want als je je accupolder dus niet afhaalt tijdens het lassen, dan frituur je gewoon je AC. Ja, dan ontploft gewoon je computer in je auto. En ja, dan heb je gewoon weer onnodig kosten. Oh ja, en die chip op maat. Ja, dan moeten we weer naar Go-Eco. Even deze los. Kunnen we beginnen met lassen? Automatisch. Wat heeft die lasapparaat ons gekost? 200 euro. Zoiets, hè? Maar goed. Het is ook gewoon geen advies om dit ding te kopen, want we zijn er niet heel blij mee, maar hij doet wel de job. Eigenlijk moeten we gewoon een betere lasapparaat kopen. Maar we hebben wel de Land Cruiser hiermee dichtgelast. Dus, dat wel. Dat kan wel. Alleen we zouden onszelf wel even makkelijker maken als we even een beter dingetje zouden kopen. Zo, Daniel is net klaar met lassen. En wat de bedoeling was, dat je eigenlijk gewoon even de stevigheid weer terugbrengt in de carrosserie. Door alles even een puntje te geven. Het is niet de bedoeling dat je hem helemaal gaat aflassen. Je zou dat wel kunnen doen, alleen je bent zoveel tijd kwijt en je houdt alsnog een beetje gaatjes erin. Want op een bepaalde plek kom je er niet bij. Dus vandaar ook de nadenkit. Nu eigenlijk alles puntlast is, zowel aan elkaar als op de carrosserie weer opnieuw. Gaan we hem nu netjes aftapen en dan een nadenkit aanbrengen. Volgens mij moet hij ook nog 24 uur drogen, hè? Maar goed, je kan daardoor wel gewoon de bodykit plaatsen. Dus, dat is wel lekker. Hij smelt nog een beetje, hè? Ja, ik zie wel veel rook in de auto, maar ik denk dat... Vuur? Dat zegt Ronnie Flex wel altijd, hè? Dus Daniel weer met zijn isolatietapie. Even een mooi randje aanbrengen. Want dit gaat daarentegen ook de lijn zijn hoe de nadenkit gaat lopen. Dus hoe strak je dit weer aftapet, hoe strak je, je lijn gaat zijn. Ja, maak je een beetje druk dan? Ja, een beetje. Een beetje? Ik denk dat het gewoon rook is wat blijft hangen. Want vanuit hier zie ik namelijk niks bijzonders. Het mooie van die nadenkit is, dus als je dus delen hebt op je carrosserie wat dus nog geen blanke lak heeft. Ja, of en, lak. Dus, en ook heel lelijk gelast is, kan je allemaal mee afdekken. Ik wilde zeggen dat het niet gaat roesten uiteindelijk, want ja, dit dekt gewoon natuurlijk af tegen vocht. Moeten niet onze mooie velgjes even afdekken? Jawel. Pak even een mooie vuilniszak voor daar. En dit is precies ook hoe het eruit komt te zien straks, als het opdroogt. Ja, even nog zo straks die fabriekslijntjes erin maken. Ja, ja, ja. Dat maakt hem natuurlijk helemaal strak. Maar goed, zoals je nu al kan zien eigenlijk, zijn alle gaatjes dus ja, dicht gesmeerd. En dat is ook precies de bedoeling van nadenkit. Het resultaat wordt daarentegen niet super mooi, maar het hoeft ook niet, want ja, er komt nog een overfender overheen. En dit is eigenlijk gewoon hoe het altijd gebeurt, dus het blijft een driftauto dan. Een budget driftauto. Is het beter zo dan? Ogen? Ja, dat is even goed bedacht voor mij, hè? Ah, heb je even iets meer ruimte. Je bent echt fantastisch. Dat dacht ik al, hè? Sommige dingen gaan gewoon wat makkelijker met z'n tweeën, zoals dit ook. Nou Daantje, ik vind het heel erg mooi geworden. Na nog de afwerking, dus dat taperandje waar we het over hadden, ja, dat moet er nog even af. Nu pas ga je het resultaat zien. Kijk, in één keer een hele strakke lijn. Nu dus geen vocht naar binnen kan komen, gaan we de andere kant even lassen, aftapen. En met een nadenkit even dichtstrijken, dan kunnen we door met het monteren van de bodykit. Aan de voorkant moeten we eigenlijk nog wel even die rand helemaal dicht maken. Ik weet niet, gaan we dat ook met een nadenkit doen? Even strijken? Nee, oké, ik dacht omdat we dat al bij de hand hebben. Dus even, misschien even zwart of zo en dan... Ik ben excited jongens, want straks staat hier gewoon een BMW met een wide body kit erop, waarvan de wielen dus nog niet in orde zijn. Maar wel de kit. Ja, dat heb je heel erg strak gedaan, Daantje. Deze kant is nog even netter dan de andere kant. Ja, dit was ook de tweede kant, hè? Die ik heb dus je hebt ervan geleerd, ja, van de eerste keer. Draai het gas open en laat het lastverstijn maar beginnen. Nou, dus mooi is het niet, beter wel dan de andere zijde. Ja, het is gewoon zoals het is, jongens. Zullen we het maar gewoon snel afdekken? Nee, maar meer liefde heeft het gewoon niet nodig, even serieus. En met onze lasapparaat zijn die resultaten ook wat moeilijker te behalen, hè? Ja, ik wil echt even een nieuwe, dus heb jij een gereedschapsbrand die ons wil sponsoren met een lasapparaat? Laat ons weten, stuur het op. Nu gaan we weer isolatietape, seam sealer. Ja, je wil dus wel gewoon alles afdekken wat je hebt geslepen, dan hoef je het ook niet meer te spuiten, zeg maar. Afgedekt en verstopt. Doet hij het nog? Dan gaan we weer, verstoppen die zooi. Omdat die panelen nog warm zijn, droogt het wel sneller, hè? Zijn jullie er klaar voor om mijn twin een beetje in actie te zien? Want normaal zien jullie altijd mij. Tijd om hem een beetje in actie te zien. Ga je me nou voor schut zetten op beeld aan? Ja, dat doen we toch nooit andersom? Ojo. Ojo. Uiteraard, nadat we klaar zijn... Ik weet zeker dat het de bovenste is trouwens. Ja, want hij was te laag toch? Nou, ik heb genoeg gedaan voor vandaag. Nu laat ik de job weer over aan Daan, want hij gaat nu al die gaatjes met nagellak weer mooi maken, zodat het niet gaat roesten. Dat is wel belangrijk, want als je dat dus gewoon open en bloot laat, ja, dan gaat het gewoon... Dan krijg je roestdruipers ook naar beneden, hè? Ja, vet lelijk. Dus je krijgt niet alleen van die druipers inderdaad, maar rotplekken eromheen. Het wordt alleen maar groter en groter en groter. Even bijtippen, het is geen moeite, maar het scheelt straks wel natuurlijk op de roesten. Next step, stickers eraf. Want ja, we gaan ze toch afdekken met de wide body kit. En ze komen er ook weer nieuw op, dus we gaan ze er gewoon afhalen. We zijn ongeveer 3 kwartier verder en wat hebben we gedaan in 3 kwartier? We hebben niet stilgezeten uiteraard. Ik heb al die panelen uitgeboord naar de juiste maat, zodat dus onze M6 boutjes doorheen kunnen. Ja, ja. Ook heb ik de popnagels geplaatst in de carrosserie van de auto. De binnenklinknagels. Dankjewel Daan. Ik zeg de hele popnagels, want je doet het echt met zo'n popnagelachtige tang. Maar het zijn bindklinknagels jongens, onthoud dat. Die hebben we ook voorgeplaatst. Want hierop bevestigen we straks die wide body kit. En geloof me, dit gaat er echt nooit meer van afvallen als het eenmaal vast zit. Daarnaast heeft Daniel nog besloten, want hij heeft hem aangetipt, om hem toch nog even met die nadenkit aan te strijken. Zodat het echt niet meer gaat roesten. Want ja, het laatste wat je wilt is roest onder je bodykit. Ten eerste, je ziet het niet meer, want je bodykit hangt er overheen. En ten tweede, je wilt gewoon de afwerking gewoon top hebben. Dus Daniel doet nog een laatste nadenkitje erop. Zowel links voor als rechts voor op de auto. En als dat klaar is, kunnen we eindelijk onze wide body kit erop schroeven. Ook heb ik de stickers eraf gehad, hè? Ja, dat wilde ik eigenlijk net vertellen. De stickers zijn er ook vanaf. Dus die sponsor sticker van Full Car Tuning, Your Detail Company stickers zijn eraf. Dus die komen er later weer op terug als we de juiste formaat hebben en de juiste positie. Want ja, we moeten nog iets van een livery-achtige ding gaan maken voor deze auto. Dat verdient hij eigenlijk wel, toch Daan? Ja, het wordt echt een leuke driftauto met een wide body kit inderdaad en gewoon de sponsoren moeten er mooi op uitkomen. Zeker. En natuurlijk iedereen die ons gefinancierd heeft met een wide body kit, hè. Uiteraard moeten we onze quick release voor de voorbumper ook even demonteren. Ze komen wel terug, want ja, anders hangt onze bumper gewoon los. Dus, maar die komen natuurlijk vast op onze wide body kit. Wat ook natuurlijk een mega vette look heeft. Maar voor nu, deze eerste even losmaken. Kunnen we het straks weer terugmonteren. Nou, we zijn er klaar voor. Ja, de temperaturen lopen flink op. Het is als het goed is 29 graden buiten. Hier binnen is het net iets koeler omdat we natuurlijk overdekt staan. Maar goh, we staan te zweten jongens. Zonder camera zijn we gewoon aan het vlammen. Want ook die kleine dingetjes die nemen ontzettend veel tijd in beslag. Uiteraard is deze kant ook afgewerkt van de BMW. Ik zie alleen daarentegen nog wel dat de kniplicht eruit moet aan. Ja, kniplichten gaan we eruit halen, maar ik zou te denken dat we gewoon verder gaan met de achterzijde van de auto. Om deze panelen erop te schroeven. En dan vanuit daar door te werken naar de voorkant. Want aan de voorkant moeten we natuurlijk ook nog de quick release voor de voorbumper nog monteren. Dus dat is nog iets meer werk. Daarentegen kunnen we achter gewoon in één keer erop zetten. En denk wel dat we dat gewoon in één keer af kunnen ronden. Zullen we dat gewoon doen? Strak plan. Let's do it. En nog steeds sta ik er gewoon van te kijken wat voor resultaten we hebben geboekt in de spuitcabine, jongens. En het is echt geen cameratruc. Hij glimt gewoon echt zo erg als dat jullie het hier zien, Daan. Je hebt echt mega goede job gedaan. Ja, dankjewel. Hij is natuurlijk nog wel een keer afgelakt door Max van SpuitRedPress. Grotendeels heb ik hem toch zelf gespoten, waar ik ontzettend trots op ben. Hé Daan, ik zat echt te kijken van hoe dan? Je hebt gewoon echt in de vingers. Ja, het was gewoon wel de eerste keer dat ik in de spuitcabine spoot, maar met de spuitbuservaring, ja, dat doe ik echt al 16 jaar. Ja, Max die gaf je ook echt een soort van tip van, denk niet alsof je met een spuitbus spuit, hè? Ja. Want dat is al gauw wat je doet eigenlijk, toch? Precies, ja. Je, bent zo, je denkt, het komt verf uit, dus ja, je bent al gelijk... Zo'n spuitbusmanier aan het spuiten, terwijl je moet lange halen maken en snel thuis. Voorzichtig, hè. Ik heb zo mijn best gedaan, hè. Wauw. Nu de één kleur is, wauw. Paneel 2 gaat erop. Nog even natrekken met de hand. Ja, toch jammer dat het een beetje beschadigd is. We moeten het echt even bijtippen. Ja. Maar jongens, dit wordt zo ziek. De vorige keer kon ik er niet over uit hoe breed het ding is geworden. En nu het één kleur is, laat ik het gewoon zo te horen gewoon. Heel erg dik gewoon. Uiteraard gaan we straks het resultaat nog even buiten met jullie bekijken, want dan valt het helemaal op natuurlijk. Wat een werk hebben we nu al verricht voor vandaag, Daan. Slijpen, lassen, nadenkitje. Ik heb in totaal 50 gaten geboord. En die ook met bindklinknagels erin gedaan. Dus ja, we zijn echt wel druk bezig geweest hoor. Ik ben dus buiten, dat betekent dat de auto dus volledig klaar is. Qua wielen kunnen we niet zoveel meer aan doen, want die hebben we gewoon niet in huis. Het resultaat komt nu de hoek om. 3, 2, 1. Ik hoor hem al. Kijk even hoe dik dit eruit ziet, jongens. Wauw. We hebben even, dus die voorwielen die we nu achterop gaan gebruiken, hebben we even voor de shot voorop gezet. Zo krijgen jullie een beetje de indruk hoe het eruit ziet, maar dit is dik. Ja, dit moet wel te zien zijn op de camera. Dat kan niet anders. Daan, eerlijk. Dat het gewoon in carrosseriekleur is, maakt het nog even 10 keer dikker gewoon. Maar echt. Qua achter de stands is eigenlijk perfect. Wiel steekt nog een klein beetje uit. Maar goed, dit kan gewoon. Dit is gewoon op z'n Duits gewoon, toch? Met getrokken banden. Ja, hij kan niet verder omlaag, want de schroefzet is tot zijn maximaal omlaag gesteld. Dus hij kan nog alleen nog maar omhoog, maar ja, daar gaan we niks aan doen. En qua voorkant moet die velg zeker een stuk kleiner. Althans, qua inch niet, maar qua breedte. Want de spoorverbreder waarmee wij nu rijden is dus 40 mm. En die 40 mm die willen we daar graag houden voor de maximale stuuruitslag. Dus wat we gaan doen is Full Car Tuning even bellen. En dan vragen we of ze een 9J of een 9,5J kunnen leveren. En dan vragen we even om een voorbeeldje. Want dan kunnen we even daadwerkelijk opmeten hoe ver dat wiel dus naar binnen gaat vallen ten opzichte van deze. En ja, dan hebben we eigenlijk een hele dikke set, Daniel, voor op evenementen, toch? Om die auto daar tentoon te stellen, toch? Want ja, qua driften is dit natuurlijk niet de setup voor achterop. Ja, met 148 pk wil je gewoon niet met een band van 245 gaan rijden. Want ja, daar kom je gewoon niet meer vooruit met al die grip. Maar voor nu, dit jongens, is zo dik. Ja, en zoals jullie ook kunnen zien hebben we dus niet voor de quick release gekozen om de voorbumper aan elkaar te maken. Maar aan de binnenkant met een speednut en een boutje. Zodat het gewoon goed netjes aan elkaar aansluit. Gewoon een clean look geeft. Zonder dat je daadwerkelijk twee van die punten hier aan de buitenkant hebt zitten. Die eigenlijk... Ja, super zonde toch? Om in zo'n mooie... Dat vonden wij ook en daardoor kan je eigenlijk nu niet die bumper 1, 2, 3 eraf halen. Maar goed, nu we erachter zijn dat we dus nog geen één keer die voorbumper eraf hebben gehaald op een evenement, dachten we dat dit eigenlijk nu een juiste oplossing is. Aangezien we dus geen gaten meer hoeven te boren in die voorbumper. Daan, ja. Ik zeg je eerlijk... Dit ding is... We hebben dit gewoon geklaard, man. Dit ding is zo geslaagd. Ongelooflijk. Uiteraard, ja, moet er nog een soort van drift livery op. We zitten nog met een extra kleur, toch? Die we op de auto willen aanbrengen. Eigenlijk wel, waardoor die eigenlijk gewoon iets meer... Driftstijl. Precies. Ik moet wel zeggen, paars gaat ook wel eigenlijk lekker, hè, met rood. Hij gaat een beetje fout. Ja. Laat even weten in de reacties wat jij vindt van deze bodykit, hoe dat is uitgekomen. Echt, ik krijg er geen genoeg van. Aan deze kant zien jullie gewoon hoeveel breder die is geworden. Voor is hij eigenlijk 6 centimeter breder geworden. En achter is hij ongeveer 8 tot 9 centimeter breder geworden. Dit zijn dus de originele wielen waarmee die auto dus altijd reed. Het ziet er niet uit vanaf deze kant. Ja, het ziet er gewoon een beetje saai uit. Je kan boven de stoeprand parkeren. Maar laat ook even weten wat we met de boutjes moeten doen. Want we hebben daarentegen nog wel doppies die hierop kunnen. En daardoor worden ze zwart. Dan worden ze zwart inderdaad. Dus laat even weten of we dat moeten doen. Maar ik moet zeggen, ik stoor me niet aan de chrome RVS boutje die we hebben gebruikt. Nee. Jongens, abonneer even op ons vlogkanaal. En laat even in de comments weten wat we je zojuist hebben gevraagd. Doe een duimpje omhoog als je vindt dat de bodykit super geslaagd is. Het is gewoon 30 graden buiten. En wij genieten nog eventjes van een plaatje van een BMW die hier voor ons staat. We hebben toch wel weer iets heel gaafs gebouwd met de kijkers. Jongens, met dit allemaal gezegd hebben, we zien elkaar bij een nieuwe aflevering. Ciao. Jullie dachten toch niet dat de aflevering was afgelopen? Onze merchandise is natuurlijk te verkrijgen bij Shirts & Vehicles, link hieronder in de beschrijving. De eerste 15 die een bestelling plaatsen krijgen nu een cadeautje bij, dus zorg dat je snel bij bent. En natuurlijk, als je merch bij ons afneemt, support je ons kanaal mee. En het gaat uiteraard allemaal terug in de projecten. Dus ja, thanks. En we zien elkaar bij een nieuwe aflevering. Ciao.